Welkom bij een nieuwe Hub Bitcoin. Ja, we zijn er weer en deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door knaken.nl. Ja, dat is een broker waar jij je Bitcoin kan kopen of kan verkopen. En we beginnen met El Salvador, Robin. 44 landen die komen naar El Salvador om te praten over Bitcoin. Opvallend, ja, El Salvador, eerste land die Bitcoin standaard heeft ingevoerd natuurlijk. Ja, het gaat om partijen, 32 centrale banken uit verschillende landen en nog een x-aantal ministeries van Financiën die afgevaardigden sturen. Mm-hmm. De lange lijst, maar onder andere, om je beeld te geven, Centrale Bank van Paraguay, Ghana, Uganda, maar ook Nigeria komt langs. Ecuador okay. is een opvallende. Armenië zag ik staan. Dat zijn zomaar een paar. En ja, Bukele met zijn El Salvador is natuurlijk wel de man waar je heen moet als staatshoofd, of in ieder geval als partij die bezig is met geld van je land om informatie te winnen over Bitcoin. Ja. Zij zijn de enige land die op grootschalig niveau het Bitcoin-experiment is gestart. Tegen goedschiks en kwaadschiks, want ja, tegelijkertijd hadden we ook een nieuwtje deze week, vorige week, dat ze diep in het rood stonden op het gebied van de Bitcoin-investeringen in dollarwaarde natuurlijk. Ja. Dus dat is ook een dingetje. Maar het is die Bukele kondigt dat dan aan op Twitter natuurlijk, in het Engels. Altijd is een Bitcoin communicatie. En ja, ik denk niet dat er hier gelijk dat ze allemaal met een oranje zonnebril het land uitgaan straks weer bij El Salvador, vanuit El Salvador. Maar het is wel, het toont wel aan dat er blijkbaar interesse is in het onderwerp. Ja, het is een hele lappendeken aan landen inderdaad. 44 landen, waaronder dus 32 centrale banken en 12 financiële instellingen. En ja, ministeries gaan praten inderdaad. Financiële inclusie, digitale economie, banking, de unbanked, de Bitcoin rollout en its benefits in our country. Ja, nou ja, goed, op zich een mooie ontwikkeling. We hadden natuurlijk vorig jaar bijvoorbeeld, MicroStrategy natuurlijk met zijn congres. Ja, niet was snel, voor bedrijven. Ja, en daarna hadden we natuurlijk Tesla die de... Oh nee, dat was net daarvoor of zo, dat Tesla aankondigde Bitcoin te gaan kopen. Wie weet wat hier uitkomt, inderdaad. Ja, dat heb ik nog bij het artikel gezet over het Internationaal Monetair Fonds, de IMF. Dat zij wel tegenstribbelen. Ze hebben bijvoorbeeld tegen Argentinië gezegd van, joh, die adoptie van Bitcoin moet je maar even stopzetten, want anders krijg je geen nieuwe lening. Dus het is echt niet, het is niet zo dat alle deuren nu openstaan voor dit soort landen ook. Want veel van deze landen halen hun financiering ook van het IMF vandaan. Ja, dus ja, die zitten allemaal aan het infuus van het IMF inderdaad. Die zijn afhankelijk ook van de dollar. Goedschiks of kwaadschiks zijn ze daar afhankelijk van inderdaad. Ja, of in Afrika ook heel veel van Frankrijk. Hè? Die hebben dan bepaalde munten die onder de Centrale Bank van Frankrijk hangen. Ook nog, ja. Ja, waaronder dus natuurlijk Centraal-Afrika. Ja, die zag ik hier niet bij staan. Centraal-Afrikaanse Republiek. Maar die hebben inderdaad ook naar het schijnt Bitcoin legal tender gemaakt. Dus echt een officiële valuta van het land. Ja. En die staat niet op dit lijstje, maar die hebben denk ik al voldoende info blijkbaar ingewonnen. Misschien doen ze dat op andere momenten. Het is ook wel een beetje een mediading, hè? Want ja, El Salvador heeft dus wel het IMF onder andere en de Wereldbank. Iedereen roept er wat over op de hals gehaald. Ook Amerikaanse politici vinden er wat van. Mm-hmm. En het zou voor hem wel lekker zijn als hij wat medestanders krijgt. Zeker in Centraal-Amerika. Ja. Want stiekem is dat een beetje het spel. Want hij staat nu nog relatief alleen. En als er een paar mee komen dansen op de vulkaan, dan helpt dat hem wel. Ja, precies. Nou, je had ook Panama had je natuurlijk. Die ook wel in ieder geval het hebben gereguleerd als zijnde een asset. Ja, dat gaat dan vaak over belastingtechnische dingen en zo. En voor bedrijven dan gunstig. Maar dat is wel weer wat anders dan zeggen van de McDonald's moet Bitcoin accepteren. is ook zo. Dus, en ik verwacht hier niet te veel van hoor. Kijk, bijvoorbeeld Nigeria staat ook in het lijstje. Dat is wel echt een land waar... Toevallig die bevolkingsgrafiek opgezocht laatst, dat had er een nieuwtje over, dat het officiële beleid daar ook lijkt te veranderen naar een verbod op, naar, misschien moeten we toch eens kijken, want er zijn heel veel mensen die het gebruiken. En die bevolking, de leeftijd gaat echt zeg maar, als een piramide omhoog. Dus de grootste groep bevolking is heel jong en het wordt steeds kleiner. Wat betekent dat je een hele jonge groep mensen hebt en die zijn ook in Nigeria ook gewoon tech-savvy. Je hebt heel veel mobiele telefoons tegenwoordig daar.
Ja. En dat is een doelgroep, daar vandaan moet dat komen. Dat komt niet van de centrale bank van Nigeria die op eventueel bezoek komt in El Salvador. Nee, nou, die vernieuwing moet echt bottom-up gebeuren, niet zozeer vanuit top-down. Nou ja, de top-down, dat zien we dus ook bij Centraal-Afrika. Daar heb je de bankcommissie van Centraal-Afrika. En die houdt toezicht op de economische sector in de 6 landen die deel uitmaken van de Centraal-Afrikaanse Economische en Monetaire Gemeenschap. Mondvol. En die gebruiken dus die CFA-frank. Dus dat is Congo, Equatoriaal, Guinea, Gabon, Cameroen en Tsaad. En nou ja, goed, dus die bankcommissie die heeft natuurlijk belang bij dat die Franse frank gewoon gebruikt blijft worden door die landen. En die zijn natuurlijk, die waarschuwen nu voor het gebruik van cryptocurrencies. Ja. Ja. En dat is een hele logische, vanuit hun gezien, een hele logische reactie natuurlijk. Maar ja, als je op die stoel zit. Als je op de stoel zit, moet je dat roepen. Maar kijk, als dit een terugkerend fenomeen wordt, dat Bukele allerlei mensen uitnodigt. Hij kan natuurlijk naast gewoon het hele Bitcoin verhaal, is het ook gewoon gunstig voor El Salvador geweest als toeristenland en zo. Het heeft ook bepaalde voordelen voor het land, buiten dat het Bitcoin is. Het is gewoon een onderwerp waarmee je bedrijvigheid een boost kunt geven in je land, weet je wel. En dan hoef je echt niet gelijk 100% je staatsreserves in Bitcoin te stoppen. Je kunt het ook gewoon met gunstig beleid laten groeien. Zeker. Dat verwacht ik eerder dan een nieuw land die volgende week zegt, zo, die Bukele had toch een mooi betoog. Wij gaan binnen 90 dagen ook dit en dit uitrollen. Ja, ja, het systeem zoals het nu is, laat blijkbaar niet toe dat we dus een keuze hebben in geld. En daar appelleert Bitcoin natuurlijk over. Daar heb ik dan zelf ook wel moeite mee. We moeten ook niet doen alsof Bitcoin nu alles gaat oplossen. Maar het is wel, het biedt een alternatief. Weet je wel, je kunt wel zeggen, ik ga niet in die lokale munt sparen, ik ga in Bitcoin sparen. Vrijwillig alternatief. Dat is denk ik een mooie term ervoor. En dat is het. En maar blijkbaar is daar op dit moment ook niet de ruimte voor. Dus het huidige systeem is heel star en het zit helemaal vast. Hè, die landen zitten helemaal vast in dat dollarsysteem. Ja. En ja, die frictie ga je nu steeds meer zien. En, precies. Maar als je inderdaad, ze zitten tussen, tussen een hard place en een rock, zeg maar. Ze kunnen eigenlijk bijna geen kant op. Nee. Nee, is zo. En dat zie je ook wel. Ook in El Salvador wel. Ik bedoel, je hebt ook kanten dat je denkt van, nou, die Bitcoin-derivaten zijn er nog niet door. Was zogenaamd overfund, maar we hebben nog niks gezien uiteindelijk. Er is ook een kwestie van die Bitcoin City überhaupt. Ik zag mooie plaatjes voorbij komen. Ja. Nou, dat leek wel op een nieuwe Manhattan. Ja. Dus er moet ook nog maar blijken wat er uiteindelijk in El Salvador van terecht komt, het hele Bitcoin-plan. Het is niet als je de Orange Pill neemt, dat alles is opgelost. Maar het is in ieder geval wat anders. En dat zei Bukele toen helemaal aan het begin ook van, we zijn nu ook niet aan het winnen in het huidige geldsysteem. En dat gevoel kan ik me wel goed voorstellen dat heel veel landen dat hebben. Ja, luisteren kan geen kwaad. Nee. Kijk, en je moet ook een beetje door bepaalde marketing moet je ook wel doorheen kunnen prikken, vind ik. Kijk, ja. Bukele zegt ook van, weet ik veel, rond $30,000 zei hij, ja, we hebben 500 bitcoin gekocht. We hebben de dip gekocht. Maar ja, vervolgens ging het natuurlijk nog verder zakken. Ja, ik kan daar doorheen prikken. Mij maakt het niet uit wat hij dan in die zin roept. Omdat zijn land heeft al een keuze gemaakt. Hè? Dus zijn land is op zoek naar het alternatief. En hoe hij soms communiceert, ja, dat kan soms een beetje ongelukkig zijn. Maar is zo, ja, je kunt dat wel loskoppelen. Want Arnold is er natuurlijk dan al geweest. En wij bekijken het dan van een afstandje, best wel intensief. Luister er veel over, lees er veel over. En je moet het inderdaad ook loskoppelen van de persoon. Het, zeg maar, de gebeurtenis dat een land op deze manier met Bitcoin omgaat, is een big deal. Dat het Bukele is, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Nee, het is een jonge gozer die natuurlijk wel de ballen heeft om dit te doen. Ik heb er ook wel respect voor dat hij dat op die manier voor. Ja. Ja, en hij heeft een nieuw PR-team met Stacy en Max Keizer. Ja. Die zijn helemaal gek van hem.
Kijk, en lokaal of zeg maar nationaal heeft hij ook best wel wat weerstand. Hè? Want ik noem maar wat. Ik hoorde in de podcast van Peter McCormack. Was Jeff Booth en die Austin Hill. Hè? Die waren samen ook naar El Salvador geweest. En die hebben ook wel bijvoorbeeld de hoofdredacteur gesproken van een van de grootste kranten daar. En ja, die zijn best wel anti-Bukele. Omdat hij bijvoorbeeld ook criminelen zonder juridische ondersteuning. Of eigenlijk zonder een rechtsgang. De bak in flikkert. En ja, daar is ook weer weerstand tegen van hey, in hoeverre je moet eigenlijk iedereen moet je ook in ieder geval die rechtsgang gunnen, wat ze ook gedaan hebben. Ja, nou, kijk, het blijft een staatshoofd en die hebben allemaal bloed aan de handen uiteindelijk, zeg maar, op bepaalde manieren. Het is maar net hoeveel je die lijn door wil trekken, zeg maar. Ja, dus het is. Dus ja, dat kan je wel los van elkaar zien. Het interessantste is dat het eigenlijk begonnen is bij gewoon een klein surfstrandje. Waar een vermogende bitcoiner neerstreek en dacht: ik ga hier een circulaire bitcoin-economie maken. Bitcoin en dat is uiteindelijk omhoog geborreld naar Bukele, die er ook mee bezig gaat. Ja, maar het is toch ook mooi, weet je, dat stel. Want dat zou dan uit een voorlopig onderzoek blijken dat in ieder geval 12% van een bepaalde steekproef die spaart nu in bitcoin. He, dus die, of dat nou een ondernemer is of een burger. Nu even pijn. Maar die laat dat staan in BTC en niet zozeer in hun eigen, of in dollars dus. Dat kan toch ook zo zijn. Als in al die landen, een aantal landen in de wereld, dat gewoon een keuze is. Dat mensen dat kunnen doen. Kijk, en wij hebben natuurlijk fucking. We hebben gewoon luxe. Wij kunnen met alles betalen. Creditcard, whatever. Ja, je kan op allerlei manieren betalen. Zolang je geaccepteerd bent door het betaalsysteem in Europa, in Nederland. Ja. Kun je overal heel gemakkelijk van je eurotjes af. Precies. Maar goed, in the end is voor ons ook gewoon bitcoin toch een spaarmiddel, hè, tegen inflatie. Ja, maar het mooie aan bitcoin is dat je het kunt gebruiken voor de kwaliteiten die jij nodig hebt, zeg maar. Als dat gewoon over de grens zo snel mogelijk betalen, relatief goedkoop vergeleken met een MoneyGram. Dat doet in El Salvador, doen mensen dat veel, of juist naar El Salvador toe. Ja, ja, dan is inderdaad. Dat een prima use case. En als je het daarna weer om wil zetten naar bitcoin of naar dollars of naar voedsel, omdat je anders geen eten hebt, dan is dat ook een hele goede use case, lijkt mij. Het is inderdaad welke bril je maar opzet. Hè? En als je inderdaad op een feestje het voorbeeld van El Salvador gebruikt, dan worden de wenkbrauwen ook wel eens gefronst. Want dan hebben ze zoiets van, oh, dus dat kan ook met bitcoin. Ja, en tegelijkertijd ook wel heel vaak van, oké, leuk voor ze. Ja. Volgende rondje graag. Dus precies. Het is ook al, kijk, wij kijken er ook al met die bitcoin bril naar. Hè? Dat is gewoon zo. Ja. Ja, goed, er waren heel veel mensen die stonden natuurlijk alweer met een zeis klaar om alle koppen van bitcoiners af te hakken nu die prijs weer onder de 30.000 ging. Ja, dat hoort er ook bij, toch? Ik bedoel, andersom gebeurt het misschien nog wel harder uit bepaalde groepen als je weer een keer een all-time high aantikt. Dus ja, dat hou je toch. Moet je het ook hoort er ook bij. Moet je ook tegen kunnen. Ja, tenminste, ik had wel een beetje dat 2017, 2018 gevoel bij wat sommigen dan hadden, hè, met hun crypto's. Ja. Maar dat had ik nu geen last van. Maar goed, het is voor heel veel mensen die inderdaad andere munten hebben dan bitcoin, is het een harde tijd. En zelfs als je alleen bitcoin hebt, was het ook even slikken natuurlijk. Als je naar die eurobalans kijkt, wel. Ja. Ja, je kunt het ook wat breder trekken en zeggen van, nou, ik bekijk mijn aantal satoshis pas over 4 jaar, bij wijze van spreken. Alleen dat is moeilijk. Als je de hele tijd die eurobalans in je kop hebt, omdat je hem onder andere op je telefoon hebt staan, weet je wel, op je dashboard en zo. Ja. Ja, dan is dat moeilijk om daar op een gegeven moment, iedereen is een mens, als het goed is, weet het niet zeker. Maar iedereen is gevoelig voor bepaalde impulsen. En ik kan me voorstellen dat als jij min 20, min 30, we zitten nu op de helft van de all-time high, dat het toch even begint te kriebelen om te verkopen. En dat is ook niet verboden. Alleen wat je dan wel creëert is een moment dat je uit bent gestapt. En als je wel bezig met bitcoin wil blijven, moet je er ook weer in. Ja. Nou, het is in ieder geval, we kunnen heel lang lullen over wat er allemaal gebeurd is. Maar wat op zich wel, denk ik, goed is inderdaad, is zoom uit. Dat is makkelijker als je bijvoorbeeld, hè, ik noem het dan de derde generatie bent, of tweede of eerste generatie bitcoiner.
Hè, want dan heb je altijd tegen een lagere prijs gekocht dan wat nu op de borden staat. Of altijd, in ieder geval een merendeel van je stack. Normaal gesproken wel, ja. Ja. Kwestie van perspectief eigenlijk altijd. Ja, je hebt bijvoorbeeld Dave the Wave. Ik noem het toch maar eventjes als een technisch analist dan. Maar, goeie naam. Ja, en hij heeft het over de 200 moving average. Dat is eigenlijk een historische gemiddelde historische prijs van de afgelopen 200 dagen. En dat is gewoon in zijn grafiekje is dan een oranje lijntje. En ja, die gaat nog steeds omhoog. Hè? Omdat het heel erg uitgezoomd. Dus het gaat voorbij alle hectiek van de dag of van de week. Ja. En dat maakt het misschien psychologisch wat meer handelbaar. Maar goed, het is wel Bitcoin. Ja, dat is niet een of andere shitcoin. Dus wel je kunt naar allerlei dingen kijken. Ik bedoel, ja. Ik zag dat de hash rate, de Bitcoin mining power ook gewoon weer all-time highs aantikt. En de moeilijkheid ook. Dus de staat van het netwerk op allerlei verschillende manieren is niet minder dan toen we op een all-time high zaten. Alleen, zo voelt het gewoon omdat het sentiment draait om. Ja, zo voelt het voor inderdaad. Mij, zeg maar zo. Ja. Ja, ik heb er zelf ook niet meer zoveel last van, maar dat komt ook omdat je al gewoon al een paar jaar ermee bezig bent. Ja, Jack Dorsey heeft er ook geen last van, want die kijkt niet naar de prijs van Bitcoin. Maar goed, hij heeft ook 7 vinkjes. Ja, nou, ik weet niet of hij als Nederlander geboren is, maar het is in ieder geval een tech-miljardair. En die kijkt op een hele andere manier naar Bitcoin dan de gemiddelde Bitcoiner, denk ik. Kijk, hij is wel een beetje bezig aan een soort van redemption arc. Toch? Hij is een beetje aan het kijken of hij nog aan de goede kant kan staan. Want hij heeft Twitter natuurlijk heel lang gerund. Nou, ja. Er is ook een hoop misgegaan, zullen we maar zeggen. En nu heeft hij Bitcoin eigenlijk als manier gevonden. Ook voor hemzelf lijkt mij om nog wat moois neer te zetten. Doet hij onder andere via Block. Hij is dan bij Twitter weg. Mm-hmm. Verkopen ze via de Cash App Bitcoin. En ook allerlei open source mining dingen zijn ze mee bezig en zo. Wel allemaal met een winstmotief, gok ik zo, maar winstoogmerk, grotendeels. Maar hij is in ieder geval bezig met Bitcoin. En op Twitter werd hij een beetje getriggerd door een of andere Amerikaanse journalist, geloof ik. Dat hij te veel over Kendrick Lamar aan het tweeten was, terwijl Bitcoin aan het dalen was. Ja, dat zag ik, ja. Nou, ik heb één keer geluisterd nu dat al, dan mag je best wel over tweeten. Maar Het gaat over hele andere dingen dus dan Bitcoin. Ja, hij reageerde dus van, kijk helemaal niet naar die prijs. Beetje makkelijk scoren misschien. Maar ik denk wel dat dat voor heel veel van die mensen zo werkt. Die zijn niet bezig met de dagprijs. Nee, Cash App sponsort die tour van Kendrick Lamar in Amerika. Dus vandaar ja, ook, en ze hebben ook Block heeft toch ook Tidal gekocht? Dat muziekplatform. Oh ja. Ja. En dat Tidal was ook volgens mij van Jay-Z. En ik weet niet zeker of Kendrick daar bij zit hoor. Daar gaat het verder niet om. Maar het zullen wel banden zijn. Ja. Ja, Kendrick heeft nu ook inderdaad een baard. En hij ziet er wel meer doorleefd uit. 2 kinderen gekregen. Ja. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben. Je spreekt uit ervaring. Ja. Ja. We kunnen even een sprongetje maken naar China. Een rechtbank van Shanghai. Oh ja. Heeft bepaald dat een Bitcoin een recht heeft op compensatie. De rechtbank gaf toe dat Bitcoin onderworpen is aan rechten, voorschriften en wetten omtrent privaat eigendom. Dat wil zeggen, er is nog wel een vorm van eigendomsrecht blijkbaar rondom je Bitcoin in China. Zo. Op zich vond het wel opvallend nieuwtje, meer omdat we hebben natuurlijk de exodus van Bitcoin miners gehad in 2020, geloof ik. Was het 2020? Mm-hmm. 21. 21. Ja, de tijd vliegt toch blijkbaar niet zo hard. Maar er was in ieder geval een grote dip toen in de hash rate. Iedereen vluchtte uit China. En het lijkt er wel op dat er niet een totaalverbod is nog steeds. Er zijn wel blijkbaar wel. Je hebt nog recht op je Bitcoin als je het hebt. Ah, dat is toch wel fijn. Als je in China woont. Mocht je daar nog heen willen verhuizen, dan heb je dat in ieder geval mee zitten. Ja. Dus het is een land, het is een vrij groot land. Ze hebben wel aparte regels, dat wel. People's Bank of, laten we niet in de politics van China gaan. Maar People's Bank of China, die kwam met cijfers, voor zover je daar wat mee kunt. Dat de aantal bitcoin transacties binnen de Chinese grenzen met 90% is gedaald. Whatever dat dan betekent en hoe ze dat dan precies monitoren, geen idee. Maar je kunt je voorstellen dat een ontmoedigingsbeleid op landelijke schaal met een heel streng regime
wel ervoor zorgt dat mensen iets minder geneigd zijn om Bitcoin te gebruiken. Ja, maar dan nog kun je Bitcoin gebruiken natuurlijk, ook al woon je in China. Alleen, je hebt altijd te maken met, je hebt gewoon de regels van het Bitcoin-netwerk. Nou, dan maakt het niet uit wie je bent. Als je maar die private keys hebt, kan je gebruiken wat je wil, wat van jou is. En, maar je hebt wel te maken met gevolgen in de echte wereld. Ja. Alle ogen zijn gericht op dat netwerk. We hadden nog een nieuwtje over Chain Analysis, die weet ik hoeveel miljard waard waren. Oh, dat zijn bedrijven 8, 6 miljard. Die diensten leveren aan overheden om te kijken wat er met dat geld gebeurt, met de geldstromen. Ja, die leveren wel vooral diensten aan westerse landen, hoor, Chain Analysis. Ja. Voor zover bekend niet aan gesanctioneerde landen vanuit Amerika. Ik neem aan dat ze daar ook wel verschillende partijen hebben die dat voor ze doen. Dan wel direct van de staat, dan wel indirect. Ja, ik denk niet dat Chain Analysis zo voor Pakistan of Noord-Korea of Iran gaat werken. Dat denk ik niet. Nee, maar, ja, wie weet. Je weet het niet. Nee. Maar inderdaad, nou ja, goed, het is wel. Ja, want volgens mij is de lijn wel altijd geweest, ook in China, van je mag het wel hebben, zeg maar. Maar je mag het niet je mag het niet verhandelen. Dat is in Rusland volgens mij ook nog steeds het geval. Ja, nou ja, ze zijn natuurlijk gewoon bang als, zeg maar, 1 miljard mensen ineens Bitcoin gaan omzetten of omwisselen of. Ja, het legt een enorme druk op hun eigen munt. Nou, het beleid aan zich is heel logisch. En dat zie je op grotere en kleinere schalen wereldwijd. Hier in Nederland heb je te maken met overal controles bij de toezicht, bij de koopafdeling, zeg maar. Je moet alles registreren, alles laten zien en zo. Om ook die geldstromen in kaart te brengen en om te zorgen dat er geen kapitaalvlucht zou zijn, zeg maar. En daar gaat het eigenlijk een stapje verder. Überhaupt die beurzen mogen bij wijze van spreken niet bestaan. Dus dan wordt het nog moeilijker om er vanaf te komen. Het is gewoon een controle kwestie weer. Gewoon controle over dat geldsysteem. Want als jij een bankair systeem hebt die je onder controle hebt als overheid. In de zin van, ze luisteren naar jouw regels. Dan heb je eigenlijk alles onder controle. Dan kun je heel goed in kaart brengen. En een oogje dicht doen waar het nodig is. Ja. Nou ja, China heeft op zichzelf natuurlijk een groot probleem. Hè. Ze hebben meer schulden dan Amerika bijvoorbeeld. Ja, dus zeg maar, hun economie is nog meer gebaseerd op schulden. En, gaan we daar niet echt mee bezig houden, moet ik zeggen. Maar dat is wel een tijdje. Dat was toen ook toen Trump heeft toen een keer geroepen van, als hun zoveel geld printen, dan kunnen wij dat ook. Ja, zij printen nog veel harder, hoor. Dus ja, het op zich best wel een grappige, als je puur globaal kijkt, een grappige ontwikkeling. Of grappig, ja, niet echt grappig. Maar je kleinere landen die kijken naar Bitcoin. En ja, die grote landen, die zweren natuurlijk bij het fiat systeem. En ja, dat gaat op de duur. Ook logisch. Ja, dat gaat op de duur wel. Ook omdat die kleinere fiat valuta, vooral als het klein is en niet zo veel in omloop en kleinere landjes, dan is fiat geld helemaal niet zo, is niet de manier om geld te ontwikkelen. Er lijken betere oplossingen voor geld dan vierde, vijfde op de rij zijn als land voordat je eindelijk die valuta is ontvangt. Ja. Nou ja, Bitcoin kan inderdaad, is ook een middel tegen censuur. We zagen onafhankelijk Russisch nieuwsplatform Medusa haalt via crowdfunding 3,75 Bitcoin op. Nou, toch aardig bedrag. Het was in ieder geval, ze hebben in totaal meer dan $250.000 ontvangen, waarvan bijna de helft dus in Bitcoin. Ja. Op het moment van schrijven was dat dan. Maar en ik vraag me dan wel of ze kunnen ze dat dan ergens inwisselen in Rusland? Of houden ze dat aan? Nou goed, dat viel me dan. Ja, dat is even de vraag. Het is altijd wel leuk, hè, dit soort nieuwtjes. Dit is ook waar Bitcoin voor geschikt is. Als jij, moet ik wel zeggen, ze hebben volgens mij ook gewoon euro's en zo verzameld. Dus het was niet zo dat zij helemaal afgesloten zijn van alles. Nee. Maar Bitcoin is een alternatief. Moet ik wel weer bij zeggen, ook hier kijken natuurlijk ogen mee. Ik kan me voorstellen dat als jij op wat voor manier dan ook een Russisch account hebt gehad op een beurs. Je hebt daar Bitcoin mee gekocht en je doneert dat aan vijanden van het huidige regime. Dat je alsnog in de problemen kunt komen als je op de radar komt. Dus het is niet zo dat je ineens overal zomaar Bitcoin naartoe kan sturen. En dat dan dat geen gevolgen voor je kan hebben, helaas. Nee,
nee, dat zijn maar die poortjes. Maar even snel over de grens is ook mooi, hè? Kijk, ik bedoel, als jij in Nederland zit, kun je hier heel makkelijk even snel wat aan overmaken met Bitcoin. Dat wel. Ja. Ervan uitgaande dat je niet in Nederland in de problemen daardoor komt. Nou ja, kijk, wat overheden ook willen met alle goede bedoelingen tussen haakjes, hè. Het is aan hun om... maar ze kunnen, het is natuurlijk nooit een waterdicht systeem. Dus het is altijd... en dat weet men natuurlijk ook. Ik bedoel, het is niet dat ze met... Het is ook een beetje redden wat het redden valt en tegenhouden wat je tegen kunt houden. Wel een mooi bruggetje misschien naar de sleepwet, even kort. Oh ja. De Volkskrant kwam een heel uitgebreid artikel over 2008, een wet... Toen werd ingestemd en eigenlijk werd er toen gezegd van... we willen gewoon af en toe eens mensen die het verdienen bij wijze van spreken aftappen. En ja, de bewoording in de wet laat er wel ruimte om dat op grote schaal te doen. Maar dat is niet waarschijnlijk. Weet je wel, dat soort dingen. Nou, nu zijn we 2022. En ja, de Volkskrant publiceert dus een artikel... Nederland stemde tegen de sleepwet en toch staat nu alles klaar voor grootschalig aftappen. Ja. Toezichthouders TIB en CTIVD... bevestigen dat. Ja, nou ja, inderdaad. Het gaat om het aftappen van internetcommunicatie. En dat gaat dan via twee grote kabelpartijen zoals Eurofiber en Relinet. Heeft niks met religie te maken, maar dat zijn bedrijven die beheren glasvezelnetwerken in Nederland. En ze zijn aangesloten op transatlantische kabels. Nou goed, en dat, dat zijn dus blijkbaar... transatlantische kabels is ook interessant. Dat zijn de digitale snelwegen waar wij natuurlijk elke dag op zitten. Ja, behalve dat het dus niet alleen digitaal is. Toevallig op het World Economic Forum. Ik ging even googlen naar maps van fysieke internetverbindingen door de zeeën heen en door de oceaan heen en zo. En dan heb je een x-aantal lijntjes. Nou, misschien zijn het er 10 of zo vanaf West-Europa. Nee, West-Europa veel minder. Minder dan 10 verbindingen met bijvoorbeeld Amerika. En als je op die transatlantische lijnen zit, dan kan je dus al het verkeer mee pakken. Ja, alles. Als je naar Twitter gaat, bij wijze van spreken. Nou, de journalist Huib Modderkolk van de Volkskrant zegt ook... minister Plasterk, wat heeft hij gezegd in 2017 over de sleepnet? Op vraag van D66 sloot hij expliciet uit dat de communicatie van een wijk of buurt zou worden... afgetapt, evenals het opslaan van Netflix en YouTube-verkeer. Het gaat best, dit gaat echt gewoon op adresniveau, kun je zeggen. Gaat dit door? Volgens mij is dat met afluisteren überhaupt ook een ding tegenwoordig. Dat er dus, stel jij woont in een wijk of in de straat van iemand die verdacht wordt, dan mag een bepaalde cirkel ook worden afgetapt. Weet je wel, dat soort dingen. Dat, op het internet willen ze dat ook op die manier. Dat is in ieder geval hoe ik het zie. Het moet allemaal mogelijk zijn voor, als het zogenaamd nodig is, wie dat dan bepaalt is weer kwestie 2, om alles in te zien wat er maar voorhanden is. Ja, en het gaat dus inderdaad vooral over van, het probleem is niet zozeer dus inderdaad op adresniveau, maar dat ze dus in, het is het niveau boven de internetproviders. Vandaar die twee grote kabelbedrijven. Want dan kunnen ze in één keer heel veel data verzamelen, zeg maar, op regio overstijgend. Ja, want die kabels, zeg maar, die verbinden eigenlijk heel het internet over de wereld. Het is niet zo dat het allemaal gewoon in cyberspace, of hoe je het ook wil noemen, is. Het zijn ook echt fysieke verbindingen. Ja, precies. Dus, goed. Het is geen verrassing natuurlijk, hè. Als, zeg maar, als er een wetsvoorstel doorkomt met een bepaalde bewoording, dan is het wachten op een moment dat wordt misbruikt. Ja, en ik zag ook, ik zag een retweetje voorbij komen van iemand dat in ieder geval in Europa zijn er nu ook wel weer nieuwe ontwikkelingen om, even kijken hoor, moet ik heel even opzoeken. In Europa is ook een attack factor voor Bitcoin, hè? Zover is het nog lang niet hoor. Nee, maar... daarom noemen we het ook, hè? Dus dat, we hebben natuurlijk al eerder gezien, de Europese Commissie die heeft natuurlijk... dit is een Duitse twitteraar, Maurice Conrad. Dat gaat over de Europese Unie. Mm-hmm. Die zeg maar ook, de
controle op chat, op chats, zeg maar. Of dat nou zeg maar Telegram is of Signal of zeg maar, daar wil de Europese Unie natuurlijk ook steeds meer controle op uitoefenen, omdat ze natuurlijk zien dat er ook gewoon allerlei dingen worden besproken die zeg maar in hun ogen niet kunnen. Hè? Ja, dat is dan het excuus, hè? Want ik bedoel, zeg maar, als Pietje en Jantje foute dingetjes bespreken via Signal, wil niet zeggen dat mijn verkeer met jou via Signal ook moet worden afgeluisterd. Alleen dat is wel waar die argumentatie naartoe gaat, zeg maar. Van, oh, ja. De snelwegen worden verkeerd gebruikt. Dus nou, dat gebeurt trouwens ook al. Iedereen moet zijn kenteken scannen en het liefst zijn hoofd ook nog. Dat is ook al aan de hand trouwens. Ja, nou ja, goed. Kijk, nou, het gaat natuurlijk om, even heel cru gezegd natuurlijk, van, je wilt toch ook dat handelaren in kinderporno worden opgepakt? Weet je wel? Zeker. Kijk, ik ben het niet genoeg thuis in de materie om te zeggen waar die grens wel moet liggen. Maar wat ik zie is dat die grens alleen maar wordt opgeschoven naar iedereen moet gewoon worden afgeluisterd. En wat dan zijn dan verhoudingen tussen 17 miljoen mensen die worden afgeluisterd en die paar sick fucks die je oppakt? Ja. Ja, maar dat is voor mij een discussie waard. Ja, het is niet van niet een fijnmazige, het is geen fijnmazige aanpak. Hè? Dus het is echt gewoon een sleepnet. Zoveel mogelijk data verzamelen en daar gaan ze dan vang je de tonijn in, maar ook de mooie walvissen en de walvissen zullen meevallen. Meer de dolfijnen en andere dingen die je niet wil eten. Waar al deze toezichthouders en overheden en opsporingsdiensten natuurlijk een probleem mee hebben, is dat dat bijvoorbeeld peer-to-peer transacties van Bitcoin, daar kunnen zij niet tussenkomen. Nee, kunnen het dus wel analyseren, want dat is allemaal open. Maar als je niet de juiste datasets buiten het netwerk om hebt, is het heel lastig om iemand te identificeren. En die datasets hebben ze dus wel. Hè? Want dit zijn allemaal stapjes waardoor het makkelijker wordt om mensen online te traceren. Is ook zo, ja. Maar bijvoorbeeld met Lightning Network, dan ligt het natuurlijk nog een bepaald soort, nog meer privé, omdat het natuurlijk, het wordt pas achteraf gesetteld on-chain. Okay, mijn leventje is niet zo ingericht dat ik hier direct slachtoffer van word actief. Zeg maar, ik ben niet iemand. Mijn leven is niet zo gevaarlijk. We bloggen wat en we nemen een podcast op. Maar als jij tegen bepaalde overheden bezig bent als journalist of als whatever, dan heb je daar heel snel last van. En bij ons is het meer op de achtergrond. Waardoor er ook niet zoveel heel moeilijk over wordt gedaan. Al jouw gegevens worden gewoon verzameld. Dat is op zichzelf al een risico. En dat geldt voor iedereen. Alleen als jij daar niet direct last van hebt, dus je hebt niet direct dat je bankrekening niet meer werkt of dat je niet meer op Twitter kan, dan heb je daar zelf niet zoveel last van. Dus dan merk je het ook niet als je niet op zit te letten. En zo zijn er ongetwijfeld nog, weet ik het, hoeveel dingen die wij dan weer niet opmerken. Nee, het grootste gevaar is inderdaad als ik zo de hond uitlaat. Ik moet links en rechts kijken dat ik niet overreden word. En dat is denk ik het grootste gevaar van mij in mijn leven. Ja, maar er sluimert natuurlijk dan een soort van steeds groter ding. Dat je denkt van daar zit er ook wel enge taferelen aan. Wat als er iemand achter de knoppen zit waar je het echt niet mee eens bent straks? Ik heb dat soort horrorstand. Dat gebeurt vaak zat in landen toch? Dat er in Nederland de afgelopen decennia gelukkig wat minder. Maar dat er landen zijn die ineens van bestuur veranderen. En dat het systeem wat er eigenlijk al is tegen een andere groep wordt gebruikt ineens. Dus, ja, ook in Europa zagen we dat, hè? Ja, je kan het over. Alleen, ik snap niet waarom daar niet op gehamerd wordt, zeg maar, in die debatten hierover. Heel soms luister ik eens wat. Maar het gaat meer over, Pietje en Jantje mogen niet worden afgeluisterd. Maar nooit echt van, wat zijn dan extreme gevolgen hiervan? Het kan echt uit de klauwen lopen. Maar goed. Dat is al een andere discussie, maar uiteindelijk is de kwaliteit van het openbaar bestuur natuurlijk in Nederland en ook de parlementariërs is verminderd in mijn ogen. Dus je hebt ook gewoon slechter openbaar bestuur. Maar goed, ja, dat zou weer ook inflatie. Ja. Dus, dat zou kunnen, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Het is meer, die algemene trend is dus gewoon controle, controle, controle. En ja, in de huidige wereld lijkt het er niet op dat excuses worden gevonden om dat terug te draaien. Het wordt juist eerder allerlei excuses gevonden om het nog verder aan te draaien.
voor onze veiligheid. Nou ja, kijk. Maar goed, dit gaat dan over privacy en data. Nou, ook financiële privacy. We zagen ook de Europese Commissie. Hè, die heeft liever niet dat wij... ze willen in ieder geval alle transacties naar unhosted Bitcoin wallets willen ze ook traceren. Bullshit term trouwens, unhosted wallet. Ja, een unhosted wallet is eigenlijk als Robin en ik gewoon allebei een Bitcoin adres aanmaken en elkaar Satoshi sturen, dan is dat al een unhosted wallet, volgens mij. Ja, dus eigenlijk gewoon alle Bitcoin adressen die niet in een registerboekje staan. Ja, die niet bij een broker of een beurs staan. Ja, of... Ja. Ja, goed, en, als dat erdoor komt, heeft dat dus echt invloed op hoe jij dagelijks met Bitcoin om kunt gaan. En zover is het gelukkig nog niet, maar we gaan het zien hoe dat zich ontwikkelt. Ja. Kijk, meer regeltjes is meer administratieve last natuurlijk. En administratieve last van overheden of bedrijven, ja, die komen uiteindelijk bij klanten, CQ burgers terecht. Weet je wel, dus het is... Ja. Hoe meer regels je maakt, hoe meer toezicht nodig. Dat zien we natuurlijk bij de Nederlandse wetgeving met betrekking tot crypto-dienstverleners ook. Hogere kosten, amper pakkans. De pakkans is zeg maar een hiel. Hè? Want wat heeft de Nederlandse bank gedaan aan opsporing zeg maar de afgelopen 2 jaar? Nou, dat waren 3 of 4 incidenten waar ze naar gekeken hebben. Ja, met andere woorden... Dat is dus ruim 3-4 miljoen per incident. Wat de sector moet ophoesten. Ja. Dat is het. Ja, je wordt af en toe je wordt er wel een beetje zwartgallig van, hè? dat je denkt van ja, waar stopt hebben, het? We hebben geen leuke onderwerp, Robin. Oh, faillissement van Coinbase. Nou ja, we kunnen dat wel even erbij pakken. Dat ging over... bepaald statement. Ja, dat ging over een bepaald statement van Coinbase. En ik klik het even aan. Dat ging er dus over van... als wij failliet zouden gaan... als custodian... dan... of als, ja, zeg maar als beheerder van jouw bitcoin... dan kan het zijn dat degene van die bitcoin is... gewoon in het rijtje komt van... als een van de laatste die recht hebben op compensatie. Omdat het dan bij hun vermogen wordt gerekend... en niet per se als eigendom van degene die het gestort heeft. Dat is in ieder geval, ik ben geen advocaat, maar blijkbaar dat is een vrij logisch ding. Want je zet net als bij een bank, als een bank failliet gaat en die wordt niet gered, dan heb je een depositogarantstelsel in Nederland van 100.000 euro. Alles daarboven ben je gewoon kwijt. Ja, dan ben je dus, wrecked. Dat is een beetje een bevestiging van wat je eigenlijk al moet weten. Dus als je je bitcoin, als je je bitcoin ergens anders neerzet, dan weet je dat je het risico loopt... dat als zij wat voor reden ook failliet gaan... of niet goed met hun geld omgaan... dat je het kwijt kunt raken. Ja. Er was een heel ding op de socials natuurlijk. En dan moest de directeur moest er ook weer even op reageren. Brian Armstrong. Ja. En dat hou je toch. Kijk, het is ook die communicatie hoort er volgens mij ook gewoon bij. Want ze zijn inmiddels beursgenoteerd. Dus je kan beter maar wel een beetje eerlijk opschrijven... wat je aan het doen bent. Ja, ze zijn dat dan verplicht en vervolgens behoorlijk wat control damage management inderdaad, of damage management op Twitter inderdaad. Dus goed. Het is een hypothetisch geval, Coinbase. Ja, ze gaven zelf natuurlijk aan dat dat niet in de kaarten zit, maar tegelijkertijd, het is meer een bevestiging van joh, als je bitcoin bij iemand anders stalt, dan loop je het risico dat die er niet goed mee omgaat. Ja, want we weten allemaal wie profiteren er van dips en van hypes. Dat zijn de tussenpersonen. Ja, de tussenpersonen. Die pakken de commissies. De schepverkopers, dat zijn de echte moneymakers bij een gold rush. Ja, dus we hoeven geen medelijden te hebben met alle tussenpersonen in deze wereld bij een dip. Dus het is wel een... ik vind het al wel grappig hoe dat dan... die Brian Armstrong, there is some noise about the disclosure we made in our third quarter report. Your funds are safe at Coinbase, just as they've always been. En dan gaat het er dus over dat die geen risico ziet op faillissementen en zo. Maar er moeten wel nieuwe risk factors worden gemeld bij de toezichthouder. En daar gaat het dus specifiek over. En daar staan dit soort dingen in. Zij moeten dus aangeven van wat als dit en dit gebeurt, dan zus en zo. En niet van dit staat te gebeuren, dus zus en zo.
Ja, we hadden ook iemand in de groep, in de chatgroep, die inderdaad ook aangaf van ik kan gewoon niet meer bij mijn bitcoin of crypto's bij Coinbase. En die had er echt wel moeite mee. Ik heb en ze hadden voor het eerst ook een verlies, om, mensen miljoen. Te benaderen bij Coinbase, maar ook, weet je wel, ik had even mijn LinkedIn. Ik denk, nou, ik ga even twee mensjes. Misschien kan ik die jongen helpen, maar nee, ook geen reactie. Dus het is, wat dat betreft is net PayPal, hè? Ja, het is een gesloten wall, weet je. Het is een soort muur waar je tegenaan loopt. Als ook zo'n beurs je tegen je hebt, leuk, weet je wel, lekker bitcoin beleggen. Maar je kunt niet bij je bitcoin. Dus ja, hou het ook, in ieder geval een deel in eigen beheer, zou ik zeggen. Ga het mee proberen, hè? Ga het leren. Begin niet gelijk met heel je spaarcentjes in de eerste de beste wallet die je aanmaakt. Maar ga het eens uitproberen op je gemakje. En, bijvoorbeeld een hardware wallet. Niet de enige die deze reuscijfers schreef afgelopen kwartaal. Want Coinbase had het over 400 miljoen verlies in het eerste kwartaal van 2022. Dat was eigenlijk de eerste keer, zulke grote cijfers. En als de volatiliteit zoals de afgelopen weken een beetje doorzet, dan zullen ze misschien weer betere cijfers gaan draaien. Maar dat was ook wel opvallend. Ja, nou ja, kijk, daar kunnen we heel duidelijk over zijn. Vooral grote beleggingsfondsen, zoals ook Galaxy Digital van Mike Novogratz. Ja, voor hun zijn het harde tijden, want ze hebben natuurlijk best wel zwaar geïnvesteerd in de betreffende shitcoin, namelijk Terra Luna. Ja. Luna kun je dan beter zeggen. Maar ja, ik zag ook een Nederlands fonds, dat wil ik toch even kwijt. En dan denk je, dan heb je een Nederlands fonds waar ook waarschijnlijk miljoenen euro's in zitten. En die hebben gewoon een positie van 8% in Luna. Ja. Ja. En dan is het toch even slikken, denk ik, voor de participant in zo'n fonds. Ja, dat is wel een ding, hè, want het was wel echt even onrustig in de markten. In de zin was daar de positie in hun fonds? Oké, ja, dat is wel een groot plekje dan, ja. Ja. Ja, het is de wondere wereld van fondsen. Dus daar kijk wat er allemaal voor geld wordt opgehaald en waar het dan wordt ingestopt. Dat is questionable, zeggen ze in het Engels. Ja, maar goed. We zagen ook inderdaad negatief premium bij zowel Grayscale als bij Coinbase. Ja, betekent feitelijk dat dus negatief premium wil zeggen gewoon een lagere prijs dan het gemiddelde op de markt. Ja. Bij Coinbase ook, hè. Goed, dat kunnen we niet. Dat is in ieder geval. We gaan daar niet heel diep op in, maar de Bitcoin. Vraag en aanbod. Vraag en aanbod. En we zagen in ieder geval dat een groot deel van de. Dat bij Coinbase in ieder geval. Dat een groot deel van de. Bitcoin van Luna. Die zou daar geabsorbeerd, zeg maar. Gekocht zijn door institutionele beleggingsfondsen. Zoals in ieder geval de. Conclusie van CryptoQuant. Het is eigenlijk net zoals Glassnode, een bedrijf die dan on-chain vooral kijkt. Dus die houden bijvoorbeeld ook de wallets in de gaten van allerlei beurzen. En die hebben eigenlijk de Bitcoin gevolgd, hè, van de Luna Foundation Guard. En die kwamen tot die conclusie. Dus we zullen het zien. Dus het kan zijn, hè, dat inderdaad dat soort beleggingsfondsen op Coinbase juist de dip hebben gekocht. Dat moet dan nog maar blijken, maar... Ja, het is wel, er was een flinke sloot aan Bitcoin, hè? 70.000 ruim op dat adres geweest. En daarom was het voor ons ook relevant om te behandelen, omdat het gewoon een grote Bitcoin whale aan het worden was. Maar dat is allemaal weer in rook opgegaan, denk ik. Ja. Dus mocht je erin zitten, veel sterkte. En been there, done that, zullen we maar zeggen. Houd het maar bij Bitcoin. Ja, beleg nooit inderdaad met te veel geld of in ieder geval geld wat je niet kan missen. En vooral, ik zou zeggen vooral in deze relatief dure tijden natuurlijk, met inflatie. Ik bedoel, wie zegt dat het voorbij is? Ja, maar dus voor het laatste nieuws ga je naar bitcoinmagazine.nl. Ik had nog een kort nieuwtje over een grote naam die naar Bitcoin was gegaan. David Marcus. Van Lightspark. Ja, precies. Die was Facebook lead op het gebied van crypto. Jaren geleden, Libra heette het toen, geloof ik. Facebook wilde een
eigen munt op gaan zetten met allerlei verschillende partijen. Mastercard en weet ik wat zat er allemaal bij die Federation. Al vrij snel viel dat uit elkaar. David Marcus speelde daar een belangrijke rol in. En die stapt nu eigenlijk met Lightspark naar de Bitcoin wereld. Een Bitcoin Lightning startup noemen ze zichzelf. En het idee is om services dan wel dingen voor Lightning te gaan bouwen. En het is wel opvallend, want dat is dus een partij die investeringen krijgt van A16Z crypto. En dat is echt zo'n partij die al die crap ook fundt. Ja, al die DeFi shit. Ja, ja, dus het is wel opvallend dat dat dus de geldschieter is. Want hij komt ook uit dat wereldje, weet je wel. Facebook en A16Z blijkbaar. En het is wel opvallend, dat is een grote naam. En die gaat hij dus volledig richten op Bitcoin. Nou denk ik, ik heb zelf de theorie dat, want er is nu ook het een en ander mogelijk, dat je weer tokens aan kunt maken op Lightning. Dat je daar dingen zult gaan zien van Lightspark. Maar dat, dat gaan we. Het is in ieder geval een grote naam in die Silicon Valley hoek die je ook op Bitcoin gaat bouwen. Ja, nou op zich wel, wel positief bericht natuurlijk. Hè. Best wel een naam. Hij zat eerst bij PayPal, toen bij Facebook. Dat heet nu Meta inderdaad. En ja, dat vond ik wel mooi. Ik denk, oké, dus ze gingen dan gelijk zeggen van wij gaan geen eigen token uitbrengen. Ik denk, oké, dus wie dan wel? Ja, maar, ja. Ja, we bouwen alleen het platform. Ja, precies. Nou ja, dat gaan we zien. Ik heb daar een hard hoofd in, denk ik. Hoewel, moeten we ook oppassen dat we er niet cynisch worden. Ja, kijk, uiteindelijk is het gewoon iemand die uit dat wereldje echt naar Bitcoin lijkt te stappen. En wat ze er dan volgens op bouwen. Het staat iedereen vrij om op Bitcoin te bouwen, dus laat maar zien. Is ook zo, is ook zo. Dus laat maar zien. Dus nou, inderdaad, mooi nieuws. En ook voor het Lightning Netwerk natuurlijk gewoon goed nieuws dat dat gewoon nog meer gebruikt wordt. En op zich ook wel, dat las ik ook, Kraken gaat San Francisco verlaten. Dat is een Bitcoin-beurs natuurlijk. Coinbase zit er nog wel, maar Kraken. Ik moest ook wel lachen, want die, ja, ze hadden echt wel, hun kantoor zat ook echt downtown San Francisco. Dus zij hadden, ja, dat is een grote pleurensooi daar met criminelen, daklozen en whatever. Maar je werd werkdag zat er dan op en dan liep je toch wel kans dat je overvallen werd. Ja. En of over allerlei naalden moest stappen en zo. Maar ik weet niet eigenlijk waar ze heen gaan. Dan kon ik niet. Misschien wordt het wel helemaal decentraal dat ze denken van fuck dat hoofdkantoor. Nou, voor mij is Kraken een bedrijf dat ook naar de beurs wil met hun aandelen op termijn. Dus ik kan me zo voorstellen als er weer een nieuwe hype moment is dat we daar nieuws van gaan krijgen. Dus ik denk dat die zich gewoon gaan vestigen in Murka. Ja, oké. Ja, dan heb je wel een hoofdkantoor nodig als je naar de beurs gaat natuurlijk. Ja, je mag dat, je moet wel weer opgepakt niet, kunnen worden natuurlijk als het moet. Ja. Oké, cool. Dat was dan, hem wel, denk ik. Ja, inderdaad. Nou, geniet van de zon, mensen. Hè. Weet je, dus er zijn altijd lukte nog mooiere dingen in het leven. Dus ga lekker naar buiten. Plons even in het water eventueel. En doe rustig aan. Tot de volgende keer in ieder geval. Later. En vergeet ons niet te volgen op alle podcastplatformen waar je dit luistert. Dan hoor je ons volgende week weer. En vergeet bitcoinmagazine.nl natuurlijk voor het snelle nieuws. En we hebben sinds vorige week ook bitcoinfocus.nl. Dat was je al van ons gewend. Op vrijdag is er een gratis editie. Die wordt door Marnix volgeschreven. Of kluk in Telegram termen. Ja. Maar we hebben nu ook op dinsdag en donderdag een uitgave. En die artikelen kun je of per stuk afrekenen of met een maandelijks abonnement. En dan gaan we dieper in op allerlei Bitcoin ontwikkelingen. De Bitcoin nieuwsbrief van Nederland, bitcoinfocus.nl. Je kunt gratis gewoon op de vrijdag editie krijgen, dus check it out. Later.